plekje voor speurders. Een radiocomedie van Miklós Gyárfás, vertaald door Veljko Anejevic en geregisseerd door Jan C. Hubert. Op de Cynthia. Spreek 5 vreemde talen. 27. En al gescheiden vrouw. Waarom eigenlijk? Nou ja, die man hield toch zeker geen greintje rekening met me. In alles deed hij zijn eigen zin. In alles. Als het aan hem had gelegen, had hij mijn leven totaal verknoeid. En het zijn erbij. Zal ik ooit nog eens weer trouwen? Ik weet het niet. Nu ben ik betrekkelijk vrij en onafhankelijk. Zoals ik eigenlijk altijd heb gewild. Dus waarom zou ik dat op het spel zetten? En waarvoor? Wie kan me garanderen dat een tweede poging wel zal slagen? Ja, zo was het wel ongeveer. Die nacht, aan boord van de Cynthia. Die was 2 dagen daarvoor uit New York vertrokken om de oversteek naar Europa te maken. Ik was moe, maar ik had nog helemaal geen zin om naar bed te gaan. Ik lag daar maar zo'n beetje te mijmeren op het dek van de eerste klas. Helemaal alleen. Onder een prachtige sterrenhemel. Met een volle maan, een spiegelgladde zee, een bijna lauwwarme nacht. Nou ja, in die nu bijna onvoorstelbare rust kwamen en gingen mijn gedachten als vanzelf. Hé, 2 mannen. Een lange slanke en een korte dikke. Wat een schouders. Het lijkt wel een gorilla. En wat een ongehuurd tronies. Bliksemsnel deed ik mijn ring met de diamantjes af en moffelde weg in mijn kous. Ik maakte me zo klein mogelijk en hield me doodstil. Zullen we daar gaan zitten, inspecteur? Bij dat tafeltje. Dat lijkt me een goed idee, inspecteur. Hier kunnen we rustig praten. Als je me nou, inspecteurs? Wat kan een mens zich toch vergissen? Politiemannen, nog geen 5 meter van me af. Dat heb ik dan altijd. Waar? Altijd zo buitengewoon stil is straks. Dat doe ik geen optiek. Dat is die lange slank. Dat ken ik. Absolute rust, hè. Ja, kan ik absoluut niet tegen. De gorilla. Hij schijnt zich op het komende nachtelijke gesprek te verheugen. Ja, ja. 6 dagen New York. Maar wat zijn we er wijzer van geworden? Niks. Dat hele congres. Verloren tijd, als je mij vraagt. Och, je ziet en hoort nog eens wat. Spreekt nog eens iemand. Maar eigenlijk... Ja, ben het met je eens, collega. Verloren tijd. Gaat bergaf rechts met de wereld. En steeds vlugger. Zo is het. Gebrek aan stijl op ieder gebied. Slap gedoe pakken. Ja, dat komt zelfs de misdaad niet aan. Met alle gevolgen. Een ding, ja. Voor de politie. De gejacks in het bijzonder. Vertel mij wat, klein man. Kleine onbenullige moordjes genoeg. Fantasieloze inbraakjes. Kinderachtige insluipingen. Dilettantische oplichting. Domme platstoterij. Dan is het toch ook geen wonder dat het recherchewerk meezinkt tot hetzelfde bedroevende niveau. Het zou een wonder zijn als het anders was. Bij die mooie, klassieke moedermoorden. Elektra, Orestes, ik noem maar wat. Was het geen kunst een grote chasseur te zijn? Nee.
De hoogte van een inspecteur Sophocles zullen wij wel nooit bereiken. Niet eens die van zo'n romantische detectieverhaaltjeschrijver. De kleine? Het zou me wat waard wezen als ik ooit nog eens een Hamlet de armbandjes zou mogen omdoen. De lange. Tje, maar waar vind je vandaag de dag een kerel die schouderophalend de minister liquideert en zich daarbij een toonbeeld van menslievendheid voert? Die wil je niet. De wereld is nou vergeven van de Rozenkransen en de Guildensteuns. Ben jij niet bang voor vervlakking op de lange duur? Niet zo erg meer. Ik begon het interessant te vinden. Ik nam het er nog niet meer kwalijk dat ze me hadden gestoord in mijn overpeinzingen. Het was allemaal nieuw voor me wat ze vertelden. Wat denk jij nou, Kleinman? Zouden we er iets tegen kunnen doen? Waar tegen? Tegen die vervlakking. Hoe voorkomen we dat we degraderen tot een soort ambtenaren van de misdaad? Of is er geen redding mogelijk? Toch wel. Ja? Doe jij er iets aan? Zeker. Wat dan? Ik blijf in training. Hoe dan? Nou, heel eenvoudig. Terwijl ik bezig ben met de zaakjes die ik toegeschoven krijg, ontwikkel ik me verder. Ik bestudeer de dossiers van geniale misdaden. Met minder dan Shakespeare heb ik natuurlijk geen genoegen. Aha, op die manier. Ja, maar wat misschien nog belangrijker is, Bakker. Ik bedenk oefeningen. Oefeningen? Ja. Ik verzin, construeer als het ware, misdaden waaraan eigentijdse intermenselijke verhoudingen ten grondslag liggen. Dat is een methode die ik je kan aanbevelen. Een soort criminele mathematica? Als je daarmee een systematische wiskundige poging tot begrip van de raadselen des levens bedoelt. Ja. Verrekt interessant, zeg. Hoe doe je dat? Wil je het werkelijk weten? Natuurlijk. Of vroeg je het maar om het gesprek gaande te houden? Waarachtig. De lange kleinman zweeg. Ik had het antwoord wel uit zijn mond willen trekken. Zo had het onderwerp me te pakken. Mijn ring had ik natuurlijk al lang niet aangedaan. Nou, ik begin met het decor te bouwen. Decor? Ja. Toneel van de misdaad, om het zo maar eens te zeggen. Ik stel me de stad voor, de straten, de tijd, de weersomstandigheden, alles. De mensen ook natuurlijk. En dan? Ja, en dan? Leg ik er een lijk neer. Een lijk? Ja, slachtoffer. Oh, waarom? Dat is toch logisch? Ons vak bestaat nu eenmaal bij de gratie van het ongeluk dat anderen overkomt. Of niet? Oh, ja. Goed, een lijk. En dan? Dan bedenk ik onwaarschijnlijke omstandigheden. Zo ongeloofwaardig als je ze alleen maar door het werkelijke leven krijgt voorgeschoteld. Ach. Mocht het bij ongeluk toch nog te eenvoudig worden, dan verzin ik ze nog onwaarschijnlijk. Kortom, ik maak het min of meer onmogelijk de zaak rond te krijgen. Ah, en dan? Daarom ga ik proberen de zaak rond te krijgen. En lukt dat dan? Ja. Vind je de dader? Ja. Dus je hebt geen zaak meer liggen die je nog niet tot klaarheid hebt gebracht? Toch wel. Eén. Ik heb me vanmiddag bedacht toen ik na die nee in mijn hut lag. En? Oh. Ja. Het is een onmogelijke geschiedenis. Des te interessanter. Een moord zoals... Tja, hoe zal ik het zeggen? Zoals op de hele wereld nog geen politieman heeft kunnen oplossen, Bakker. Is dit een uitdaging? Kleinman, vat dan maar op. Waar is het gebeurd? In een provinciestadje. Welk land? Dat is niet belangrijk. Ik heb toch gezegd dat er op de hele wereld geen politieman is. Ja. Ga maar verder. Nou, dat stadje ligt in een bergachtige streek. Allemaal huizen van één verdieping. Barok. Op het plein een kerk met fraai gewelfde bogen en een slanke toren. De klok, deze platen met gouden Romeinse cijfers, slaat 4:00 in de morgen. Boing! 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 Verrek zeg, dat is een prachtige imitatie. Ja. Er is geen geluid menselijk dierlijk instrumentaal op, ik kan dat nadoen. Ik heb het op een 20e na een centje mee kunnen verdienen. Opgetreden voor de radio en zo. Schijnt nou bij de tv in de mode te zijn. Maar goed, ik heb er ook bij het recherchewerk wel eens met succes gebruik van kunnen maken. Ja, daar kan ik inkomen. Ga verder alsjeblieft. De klok slaat 4:00 in de morgen. Ja,
Zal ik de eigenaardige sfeer van zo'n ochtendschemering nog wat versterken met hanigkraai? Als dat zou kunnen. Ongelooflijk. Het lijkt er echt een beetje op. In de langzaam optrekkende grijze nevel van de vroege ochtend beginnen de huizen hun vormen weer aan te nemen. Midden op het plein, een marmeren fontein. Boven een rond bassin met opstaande rand iets boven het straatniveau. Zie je het voor je bakken? Oh ja, duidelijk. Zal ik die klok nog eens laten slaan? Nee, nou niet alsjeblieft. Goed, opgelet dan. Aan de rand van het bassin, links van het waterspuwende zwaantje. Ja. Daar ligt hij. Wie? Een man, met zijn gezicht naar de grond. Het ging me maar in haar of ik had het uitgeschreeuwd van opwinding. Gelukkig ontbreekt het me niet aan zelfbeheersing. Zie je hem liggen pakken? Ja, ik zie hem. Grijs kostuum, donkergrijze gleufhoed met zwarte band, halverwege op de rechterschouder gezakt. Ja. De leraar wis en natuurkunde van het plaatselijk gymnasium. De leraar wis en dat? Slachtoffer. Ja? Mag ik me hierbij voorstellen? Ja. Zich snel verwijderen aan de voetstap in een bepaalde richting? Nee. Geen spoor van een vluchtende dader? Nee. Het is doodstil. Op die waterspuur met de zwaan daarna. Zijpelt er bloed uit de rug van de verslagene? De plaats waar de kogel is binnengedrongen? Het zijpelt niets. Steekt er dan een mes in of uit? Het steekt niets in of uit. Nou, machtig. Komt die vent een dood? Iemand heeft hem vermoord. Ja, maar hoe dan? Beschrijf zijn wonden of welk letsel dan ook. Er valt niks te beschrijven. De moordenaar heeft de slachtoffer nog geen schrammetje bezorgd. Je, dat is onwaarschijnlijk. Alleronwaarschijnlijkste, Kleinman. Ja, ik heb je gewaarschuwd. Ja, goed. Verder maar weer. Aan de rand van het bassin ligt een geheel onbeschadigd slachtoffer. En wat nou? Nou? Het gehoor? Ja, je slaat met de tafel. Juist. Om aan te geven dat de bakker zijn luiken openstoot. Wie? De bakker, bakker. Welke bakker? De bakker wiens venster uitzicht heeft op het lijk in loco. Ah, de bakker is opgestaan, doet de luik open en ziet de man die op zijn gezicht bij de fontein. Precies. Hij ziet hem en roept uit. Oh, lieve hemel. Lieve hemel? Verdomme, je laat me schrikken, klein man. Dat mag best, die bakker is ook geschrokken. En dan roept hij. Help, help. Een ongeluk, help! Ongelooflijk. Wat? Zoals je dat doet? Ik niet. De bakkerbakker. Dat wil zeggen, ik kan dat natuurlijk ook, maar ik maak er alleen gebruik van als ik een bakker met een zware bas wil nabootsen. Ah, juist. Nou goed, op dat gebrul gaan natuurlijk overal de luiken open. Goed geraaid. In het ene venster verschijnt het hoofd van de burgemeester. In het ander dat van de hoofdredacteur van het plaatselijk nieuwsblad. Venster nummer 3 vertoont het hoofd van een scholier, een gymnasiast om zo te zien. En achter het vierde zien we een verschrikt vrouwengezicht. En op dat ogenblik... Ja? Er rijdt er een politieauto het plein op. Aha. Ja. En wie stappen eruit? Politiemannen, denk ik. Heel goed. De politiedokter en een brigadier. En nou jij? Wie? Ik? Ja, die anders. Als ik tenminste mag aannemen dat jij de zaak ter hand neemt. Oh. Nou, de doodsoorzaak, wat zegt de dokter ervan? Dat kun je aan de weet komen door het hem te vragen. Oh ja? Hoe dan? Gewoon, vraag maar. Wanneer dan? Ah, nu. Ik ben de dokter. Nee, jij bent de bakker. Die hebben we alweer gehad. Nou ben ik de dokter. Ah, op die manier. Waarmee is de moord gepleegd, dokter? Bedikt, inspecteur. Wat zegt u? Bedikt. Dat deed me die kwalijk een beetje verkouden. De bom is een natuurlijke doodgestoord. Hartinfarct, uur geleden. Ja, hoor eens, Kleinman, dit is flauwekul. Is er dan geen moord gepleegd? Oh, voorzichtig, bakker. Volgens die dokter niet. Maar jij hebt het sterke vermoeden dat die leraar is vermoord. En zo is het ook. Ja, allemaal goed en wel, hoor. Maar waarop zou ik dat sterke vermoeden dan moeten baseren? Op je bijzondere instinct. Op de fijne speurzin, waarmee bijvoorbeeld de grote detective van koningin Elisabeth de zaak Macbeth rond heeft gekregen. En... op jouw inzicht in de eigentijdse problemen. We zijn het er toch wel over eens, hoop ik, dat de moderne moord opvallend weinig sporen van bloed of geweld vertoont, niet? Jawel, dat is allemaal waar. De zaak zoals jij die me voorlegt, heeft onmiskenbaar niveau.
Maar inzicht of geen inzicht, ik zou toch een minimaal aanknopingspunt moeten hebben om een verdenking van moord aannemelijk te kunnen maken. Goed. Wat zou je denken van een brief? Wat voor brief? Een brief in de linkerborstzak van de verslagene. Geen gek idee. Een brief met aanhef en begin, maar zonder slot. Nee. Met andere woorden, een onvoltooid epistel. Ah, ja. Dank je, Kleinman. Doe dan, pakken. Hé, wat? Op je hurken, bij het lijk. Oh, ja, natuurlijk. Zit je? Ja. Nou, met je hand in de linkerbordzak. Ah, daar ben ik al. En? Een brief. Zie je nou wel? En wat staat er in die brief? Geen idee, zeg. Luister dan. Dit eenvoudig in vieren gevouwen velletje wit papier luidt als volgt. Lieve moeder. Uitroepteken. Daaronder één enkele niet afgemaakte zin. Eén deze dagen zal ik worden vermoord door de... Ja. Nee, meer is er niet. Dat is alles. Tevreden, bakker. Het is nou toch duidelijk dat het slachtoffer heeft geweten. Althans op zijn minst heeft vermoed dat deze of geen hem om een zeep zou helpen. Ja, ja. Zo'n brief is voor de recherche natuurlijk heel erg belangrijk. Nou, vooruit dan. Het stadje verwacht iets van jou. Uit de venters om het plein zijn alle ogen op jou gericht. Die van de burgemeester, de bakker, de hoofdredacteur, de gymnasiast en de betraande ogen in een snikkende vrouw. Een hond ook nog. Waar komt die hond zo opeens vandaan? Oh, lijkt me toepasselijk. Eerlijk gezegd, de verleiding om weer eens een imitatie ten beste te geven. Leg me eventjes de macht op, neem me niet kwalijk. Wel, nee. Ga gerust je gang. Ik ben ook een hondenliefhebber. Goed, nou, wat doe je? Neem je het onderzoek ter hand? Ik at mijn nagel zo wat op. Zo zat ik in spanning of inspecteur Bakker het onderzoek ter hand zou nemen. Boing! Boing! Wat doe je nou? Twee klokslagen. Om aan te geven dat ook in dit geval de tijd niet stilstaat. Sterker nog, de tijd dringt. Nou, wat doe je? Goed dan. Ik belast me met het onderzoek. Oh, gelukkig. Mooi, hè? Dan kan het spel beginnen. Aan het werk, inspecteur. Ja, de verhoren dus. Maar eerst maar dat lijk weg. Uitstekend. Dan kan ik de sirene van de politieauto laten loeien. Ga je gang als je zo graag loeit. Dank je, bakker. Ja, goed. Het lijk is weg. Nou wil ik die brigadier verhoren. Tja, nou zit ik meteen al met de moeilijkheid. En die is? Ik ken de verhoudingen in dit stadje niet. Ben ik dan nieuw als inspecteur? Spiksplinternieuw. En dit is je eerste zaak. Juist. Dan laat ik nu die brigadier bij me komen. Ja, daar komt hij. Neem me niet kwalijk, chef. Maar ze zeggen dat hij me laat roepen. Dat is ook zo. Ga zitten. Dank u wel, chef. Kouwe, weg eens. Nee, dat hoe ze doe ik alleen maar om de vent een herkenbaar trekje mee te referentiëren. Of is het een naam wel zo heer, hè? Nee, chef, nee. Komt van het weer. Van het weer? Ja. Ken jij die vissen natuurkunde leren, hè? Toen hij nog leefde wel, ja. Mocht je hem? Nou wel, chef. Maar toen niet. Over het algemeen genomen heb ik meer op met doden dan met levenden. Ik ben humanist, begrijp u? Nee, maar bedankt voor je inlichting. Waarvan kende je hem? Was je wel eens met de politie in aanraking geweest? Ja, dat is maar hoe je het opvat. Hoezo? Mijn zoon heeft met hem te maken gehad. Die man, God hebben zijn ziel, heb al hem 2 maal laten zitten. Zo? Ja. En ik zit er maar mee. Want ik vraag me af wie er nou voor gaat zorgen dat die lummel zitten blijft. Was de overleden een strenge leraar? Had hij in het algemeen iets tegen bevordering naar een hogere klas? Wat zegt je zoon ervan? Zo streng was hij niet. De zoon van de slager bijvoorbeeld. Heb je nooit laten zitten? Ah. Nee. Nou, kijk, niet dat de slager een zoon hebben, hoor. Maar goed, er zijn er die hier zat die ermee gezegend zijn, niet waar? Mijn zoon heb die wel laten zitten. En daarom mocht ik die kerel niet. Dat heb ik begrepen, vredeer. Dan ga ik nu die zoon van jou maar eens opzoeken. Wat doe je nou, Kleinman? Ja, ik maak voetstappen. Oh, van wie? Van jou. Inspecteur Bakker spoedt zich door de straten van het schilderachtige stadje. Oh ja? Waar ga ik er naartoe? Naar het gymnasium. Je laat de brigadierszoontje in de docentenkamer komen. Tja, dat
word een beetje nasaal. Ik vraag bijvoorbeeld excuus. Zei je nasaal? Ja, ik weet geen andere manier om die pubers te karakteriseren. Daar is hij klopt. Binnen. Dag, meneer. Zo, jongen. Blij dat je gekomen bent. Ik ben inspecteur Bakker van de recherche. Oh. Ik wou eens een beetje met je babbelen over die overleden leraar wis- en natuurkunde van je. Door hem ben je al tweemaal blijven zitten, nietwaar? Maar nu die dood is... Blijf ik weer zitten. Wat dat betreft dat die beste leven kunnen blijven. Oh ja. Ben je niet zo goed in wis- en natuurkunde? Ik snap er geen moer van. Je was zeker behoorlijk gebeten op hem, hè? Die keren dat hij je niet liet overgaan. Wel, nee, waarom? Die vogel had er zeker groot gelijk. Vond je hem sympathiek? Nou, ik vond hem een reuzenzak. Hè? Maar als je nou goed begrijpt, niet omdat hij je liet bakken? Nee, daar nog niet. Wist hij dat je hem niet mocht? Als je ook wel denkt, hij kreeg me van alles de pest. Zo? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Door mijn bank te laten kraken. Zo. Ja, ging er nog erg aan mee. En heb je dat iedere dag gedaan? Als ze van hem les hadden, ja. En hij wist het. Wat wist hij? Dat het gekraak zou komen. Hij bereidde zich er min of meer op voor. Maar ja, daar kwam mij toch niks van terecht. Want ze, soms deed ik het een paar minuten na het begin van de les. Dat had hij het liefste. Want dat had hij het achter de rug, weet je wel. Maar meestal wachtte ik tot de les tenminste een half uur aan de gang was. En gisteren heb je toen wiskunde gehad? Ja. Heb je de bank laten kraken? Allicht. Wanneer? In de laatste minuut. Nou, Kleinman. Je bent dat rotjochie meer dan zat. Verhoor is afgelopen. Oh, goed. Zit je nou op die tafel te hengsten, man? De pest in? Omdat ik die vlerk niet verder wil verhoren? Wel, nee, man. Ik geef alleen maar een stevig dichtslaan van de deur aan. Waar is dat goed voor? Nou, ik dacht dat je die docentenkamer als een haast zou verlaten en de deur achter je dichtknallen. Nou ja, die lummel heeft me ook wel op mijn zenuwen gewerkt, zeg. Het moet verschrikkelijk zijn, zul ik schorem les te moeten geven. Alsjeblieft. Dan is dat verhoor toch nuttig geweest. Je weet nou iets van het schoolmilieu. Hé, waarom moeten ze elkaar nou over futiliteiten in het haar zitten? Mannen praten te veel, altijd weer. Ja, daar zit iets in. Goed, dan neem ik nou die bakker maar eens. Ja, ja, dat is leuk. De bakker mag ik graag mee doen, ja. Nou, zegt u maar wat u weten wilt, inspecteur. Stond die leraar goed bekend in dit stadje? Was hij gezien bij de mensen? Nou, eerlijk gezegd, inspecteur, de ontslapene was een zonderling. In welk opzicht? In ieder opzicht. Kunt u een voorbeeld geven? Jawel. Hij keek bijvoorbeeld alleen maar naar zijn eigen wijf. Nooit eens naar een ander. En dat vonden wij nogal pijnlijk, begrijpt u wel? Pijnlijk? Hoezo? Nou, hij gedroeg zich natuurlijk alleen maar als een heilige om ons goed te laten weten dat hij ons verwachtte. Denkt u dat? Denken? Ik weet het zeker. We dachten eerst dat hij maar deed alsof. En rekenen erop dat wij hem dag en nacht in de gaten hielden. Letterlijk. Letterlijk? Jazeker. We hebben gaten geboord in het plafond van zijn kamer. In de deuren van dat natuurkundelokaal. Zijn studieboeken hebben wij nagevlooid. Zijn brieven. We hebben al zijn gangen laten nagaan door een detectieve. En er nog een in de arm genomen om de eerste te controleren. En? Niks. Er was maar één conclusie mogelijk. Die man was bovenmenselijk netjes. En nou is hij dood. Arme kerel. Wanneer hebben we hem het laatste gezien? Gisteren. Heeft hij er ooit eens op gezinspeeld dat iemand in dit stadje het op hem had voorzien? Hem naar het leven stond? Nee, nooit. Waar hebt u hem voor het laatst gezien? In de winkel. Hij sloeg geen dag over. En altijd hetzelfde recept. 6 kadetjes. Ik heb er nou 6 minder gebakken natuurlijk. Keek hij wel eens achterom? Zo'n beetje schichtig, alsof hij bang was dat er iemand achter hem stond. Waar wilt u eigenlijk heen, inspecteur? U probeert toch niet te bewijzen dat hij vermoord werd vanaf? Ja, vriend. En dat zal ik bewijzen ook. Maar, mijn jongen. Deze oefening is moeilijker dan ik dacht. Het verhoor van je bakker heeft me net zo weinig opgeleverd als het gesprek met het nare jongetje. Wat had je dan gedacht? Dat ik me als bakkerspatroon zo verdacht zou gedragen, me in leugens verstrikken en zo, dat je mij maar bij mijn klad hoefde te nemen.
Je verwacht van mij toch geen oplossing, hoop ik, van dat soort dat we jou zo hardgrondig hebben afgekraakt? Ach, nee, natuurlijk niet. Maar in dit verzinsel van jou kan ik geen enkel spoor vinden dat me een beetje verder brengt. Je bent al verder. Het gesprek met die slungel en het gehoor van de bakker stemmen duidelijk op één punt overeen. Wijlen deze leraar weer zijn natuurkunde was, althans bij zijn leven in dit stadje, niet zo gezien. Sterker nog, men had een hekel aan hem. Dan is het dus best mogelijk dat je iemand vindt die hem ronduit haatte. Zo sterk haatte dat hij tot moord in staat moet worden geacht. Dat kan toch? Ja, natuurlijk kan dat. Maar wie is die iemand? Ja, dat weet ik niet. Laten we nou eens even recapituleren. Mm-hmm. Wie hebben er allemaal die ochtend uit het raam gekeken? Behalve de reeds verhoorde, de hoofdredacteur, de burgemeester en de wenende, zeer geschrokken vrouw. Volgens de dokter was het slachtoffer al een uur dood toen de bakker alarm begon te slaan. Dus iedereen die zo schielijk en zo geschrokken aan zijn vensterraam is verschenen, kan de moordenaar zijn. Dat brigadierszoontje en de bakker moet je natuurlijk schrappen. Ik zou niet weten waarom. Ze zijn verdacht tot de werkelijke dader heeft bekend. Maar ga toch weg, man. Die twee hebben zo onomwonden hun afkeer van de beslagende beleden dat er zelfs geen schaduw van verdenking meer over is. Ja, die redenering ken ik. Dat had ik wel zo ook. Maar in dit geval... Nou ja, ik moest die hoofdredacteur maar eens aan de tand gaan voelen. Wat nou weer? Dichtslaan van een autoportier. Wat moet ik met een autoportier? Er is zojuist een heer in een witte stofjas uit zijn wagen gestapt. Met grote stappen gaat hij naar de poortachtige ingang van zijn huis. Dat is een bakker. Wie? De hoofdredacteur. De moordenaar, vast en zeker, ik voel het. Meneer, neem me niet kwalijk als ik stoor, maar ik zou u even willen spreken. Huh? Via straat, wie ben u? Inspecteur Bakker van de recherche. Aha, de nieuweling, hè? Waar wilt u me spreken, waarover? Zullen we even naar het plantsoen gaan aan de overkant? Geen bezwaar. Ik geef het 10 minuten. Jou, die heeft het gedaan. Een arrogante verwijfde nul. Alsjeblieft, Bakker. Hé, stappen van jou en de hoofdredacteur. Zo. Nou zijn jullie in plantsoen. In de schaduw van een boom en een plataan. Een paar vogeltjes. Begin maar met je verhoor. Volgens mijn inlichtingen, meneer, redigeert u al meer dan 10 jaar het exclusiefste blad van het stadje. U staat alom bekend als redelijk, behoedzaam, nog breed van opvatting. Die inlichtingen zijn volkomen juist, inspecteur. Dan zou ik u voorlopig strikt vertrouwen ook een wat bijzondere vraag willen stellen. Als de vraag me aanstaat, zal ik hem naar mijn beste weten beantwoorden. Ja, dank u. Het gaat om een leraar wisse natuurkunde. Die vanmorgen vroeg bij de fontein op het plein Dart is gebleven. Dezelfde. En nu is mijn vraag, wat voor indruk had u van hem? Een naar, afschuwelijk mens. Bedoelt u dat die... Een stinker. Maar meneer, we hebben het over een dode. Een dode rat. Maar dit gaat toch werkelijk alle perken? Een smeerlap. Dat hier heeft durven beweren dat de berichten in mijn krant met de kwalificatie leugens nog te veel eer zouden zijn bewezen. Dat mijn feuilleton zelfs de vetste pornografie geweld zal aandoen. Dat mijn kritieken... Nou ja, laat ik me ophouden, ik mag me niet opwinden. Hij is wijlen, dat is de hoofdzaak. Hè? Dat iemand zo blij kan zijn om de tragische dood van een stadgenoot. Blij? Ik zou kunnen zingen, dansen, juichen. Geloof me, inspecteur, ik had hem eigen handig kennen vergen. Jammer dat niet meer hoeft. Die is het ook niet, hè, Kleinman? Wie niet? De moordenaar. Nee. Iemand die me midden in mijn gezicht vertelt dat hij een slachtoffer had willen vermoorden, kan het nooit gedaan hebben. Allicht niet. Dan hebben we dus alleen nog maar de burgemeester. En die treurende vrouw. Oh, wat gemeen. Ze gaan het zo spelen dat die goede ziel de dupe wordt. Dat voel ik aankomen. Oh, die kerels. Ik heb geen tijd te verliezen. Ik loop meteen door naar de burgemeester. Ik breng je wel even met het koetsje. Waarom niet met de auto? In motorisch aangedreven voertuigen ben ik niet zo sterk, maar een peert voor een koetsje op rubberbandjes heeft niemand me nog verbeterd. Nu gek, hè? Oh. Zo, zo. U bent dus onze nieuwe inspecteur van de recherche. Voor het opdagen dat u mis komt opzoeken. Beetje afleiding zal maar geen kwaad doen. Voel me niet al te best. En die vervloekte opschudding en de vroege ochtend hebben ook al geen goed gedaan. Opschudding, burgemeester. Dat weet je best. Die dode leraar.
in de onmiddellijke nabijheid van mijn ambtswoning, notabene. Vindt u dat eigenlijk niet een beetje gek, inspecteur? Ik begrijp u niet. Nee, ik begrijp u niet, inspecteur. Volgens de ambtsedige verklaring van onze dokter is die man aan een hartinfarct overleden. Maar desondanks schijnt u te denken dat er sprake moet zijn van moord. Dan blijft u hardnekkig zoeken naar een dader. Zo is het, burgemeester. Oh. Vindt u dat niet wat al te vermetel? Jawel, burgemeester. Haast net zo vermetel als een moord. Maar wie zou er in mijn gemeente, het is een hoofdhalen, zo armzalig, onbeduidend mannetje naar de andere wereld helpen? Niemand. Maar dat is een van de eigenaardigheden die het geval zo interessant maken. Oh. U bent nog namelijk jong, inspecteur. Misschien nog wat onervaren. Maar u zou toch al kunnen weten dat vechten tegen de bierkaai altijd onverstandig is. Hoe weet u dat ik tegen de bierkaai vecht? Luister nou eens, man. Je gelooft toch zeker niet dat de inwoners van een stil, maar keurig stadje als het mijne jouw activiteiten bijzonder op prijs stellen, wel? Er is hier in 20 jaar geen moord meer gepleegd. Daar ben ik nog niet zo zeker van, meneer de burgemeester. Wat zullen we nou beleven, inspecteur? Wil jij insinueren dat ik zit liegen? Nee, maar het zou kunnen zijn dat er in die 20 jaar wel degelijk één of meer moorden zijn gepleegd die niet aan het licht zijn gekomen. Bedoel je dat men die voor mij heeft verheimelijk? Misschien doet u dat zelf wel, burgemeester. Wat? Dat is een onbegrijpelijke. Dat is een infame verdachtmaking, inspecteur. Als hoofd van de politie in deze gemeente moet ik die met kracht van de hand wijzen. Door iedereen in uw stadje, burgemeester, werd die man met de nek aangezien. En ik vraag me steeds af waarom. Ja, waarom? Was je een slechte en onbekwame leraar? Nee. Leidde hij een schandelijk leven? Integendeel. Was je een huichelaar, een hielenlikker misschien? Nee, hij was recht door zee. Ik keek niemand naar de ogen. Mocht u hem? Waarachtig wel. Als ik hem had kunnen redden, zou ik het hebben gedaan. Redden? Dus dan moet er iemand zijn die hem bedreigde. Jawel. Die iemand was hij zelf. Nou, ik heb vaak met hem gepraat. Geprobeerd hem tot betere gedachten te brengen. Ik heb hem zo wat gesmeekt de hem toekomende plaats in onze gemeenschap in te nemen, in plaats van zich te verzetten tegen de hier heersende moraal. In plaats van te schoppen tegen de hier gevestigde orde. Ik heb hem onderscheidingen toegezegd, erebaantjes aangeboden die hem automatisch de hoogachting van alle medeburgers zouden hebben bezorgd. Maar hij verzette zich tegen al mijn pogingen. De hele stad voelde en wist dat meneer de leraar ons verachtte. Maar waarom dan? Omdat meneer de leraar barstte van eigendunken aanmatiging. Meneer de leraar was een maniak die zich verbeeldde dat deze stad werd bewoond door louter hersenlozen. Meneer de leraar vond ons allemaal stommelingen en zichzelf een genie. Gisteravond heb ik er over gehad. Gisteravond? Ja, een paar uur voor ze verscheiden. Een paar uur voor hij werd vermoord. Ik had hem uitgenodigd voor een gesprek nadat ik hem bij wijze van allerlaatste poging had voorgesteld zich verkiesbaar te stellen voor een gemeenteraad. Weet je wat meneer de leraar zei? Nee. Ik denk er niet aan mij af te geven met stommelingen die in plaats van een kop met hersens een duplicaat voor hun achterwerk op hun schouders hebben zitten. Net zo. Denk er niet aan mij af te geven met stommelingen die in plaats van een kop met hersens een duplicaat voor hun achterwerk op hun schouders hebben zitten. Net zo. Ja, neem me even niet kwalijk, zeg. Dat zal er niet prettig in de oren hebben geklonken. Och, ik bedacht nog bij tijd dat hij psychisch niet helemaal in orde was, maar het heeft heel wat van mijn zelfbeheersing gevergd om niet ogenblikkelijk de deur te wijzen. Wat heeft u dan wel gedaan? Nog maar weer eens geprobeerd met hem aan zijn bestand te brengen dat de burgerij van mijn stadje denkt, zoals u hoort te denken. De automonteurs denken aan de auto's, de aannemers en makelaars aan huizen, de journalisten aan nieuwsberichten, de voetballers aan doelpunten en eventuele denkers aan denken. Kortom, in mijn stad wordt de dagelijkse gang van zaken geregeld door koppen met gezond verstand en niet door achterwerken. Dat hebt u hem zo gezegd. Net zo. Zijn u geen gelaatstrekkingen opgevallen? Bij wie? Wanneer? Toen u hem zo geruststellend toesprak. Deze vraag begrijp ik niet. Heeft hij zijn mond vertrokken? Zo. Alsof een geweerloop tussen de ribben werd gestoken. Heeft hij u niet smekend aangekeken met het onuitgesproken de gozo dringende verzoek om mee op te houden? Of stond hij voor u met geheven hoofd, zonder zijn zelfbeheersing ook maar even te verliezen? Nee, toch? Hé, eigenaardig dat je dat vraagt. Er was even iets vreemds, ja.
toen ik zo'n beetje klaar was met mijn uiteenzetting, greep hij plotseling naar zijn oren. Hij werd gelijk bleek. Hij doet een paar keer, hij kraakt weer. En toen ging hij er als een razende van doen. Ik kon wel gillen van ellende. Met allebei mijn handen moest ik me vasthouden aan mijn dekstoel, want ik kreeg het zonderlinge gevoel dat het schip als in een storm van de ene golf naar de andere werd gesmeten. Gelukkig zijn de kleine opeens. Ja, zo is wel genoeg, kleinman. Wij zijn gezond. Ik heb alle gegevens. Weet je dat wel zeker? Ja, een paar punten wil ik nog wat duidelijker hebben. En daarom zal ik ook nog even gaan praten met de vrouw van de slachtoffer, zodat... Dat wordt moeilijk. Hoezo? Vrouwstemmen kan ik niet maken. Weet je wat? Neem die nachtwaker een verhoor af. Welke nachtwaker? Die net op het plein kwam toen de leraar in elkaar zakte en tegen de rand van Passin sloeg. Ja, zei ik al, inspecteur. Ik heb hem heel goed gekend. Heel goed. Je kan me nog meer vertellen met die nachtwaker. Die vrouw moet ik hebben en niemand anders. Meen je dat nou? Weet je maar wakker dat ik zelf ook heel nieuwsgierig begin te worden naar de afloop. Ga ik dan naar die vrouw of niet? Oh, goed. Steek het plein maar open. Hier zijn je stappen. Beetje sneller misschien? Graag. Zo. Trappen op ook? Ja, eerste etage. Over zijn die huizen niet, heb je gezegd. Kijk. 10. De deur gaat geruisloos open. Waarom geruisloos? Omdat ik het klikken van het slot nou niet kan maken. Maar ik heb wel wat anders. Zijn vrouw. Treurige bruine hondenogen kijken je hartverscheurend aan. En weer. Heel toepasselijk. Verdomme, waar blijft die vrouw? Zie je er niet? Nee. En daar staat ze. Waar dan? Achter de deur, naast de trouwe hond. Blond, gracieus. Een mooie ogen, rood van het huilen. Het is erg bleek nu, maar je kan toch wel zien dat ze bijzonder knap moet zijn. Ze heeft een kersrode ochtendjas aan die er voortreffelijk staat. Geen kousen. De linkerhand rust op de knop van de deur. En de rechter op de kop van de hond. Dag mevrouw. Ik ben inspecteur Bakker van de recherche. Ik begrijp dat het buitengewoon pijnlijk is dat ik u moet storen. Nee, ook dat nog. Maar ja, ik moet mijn plicht doen, hè. Ik kan niet anders. Ik ben helemaal vreemd in dit stadje. Waar ik een misdaad tot klaarheid moet brengen. Waarvan niemand denkt dat het een misdaad is. Het gaat om... Omwijl uw echtgenoot. Ik zie wel hoe erg u eraan toe bent. Spreken moet u verschrikkelijk zwaar vallen. U kunt zwijgen als u dat beter uit... als u dat liever wilt. Ik vraag alleen maar van u... dat u mij toestaat... u het resultaat van mijn nasporingen voor te leggen. Mag ik binnenkomen? Dank u. Mag ik hier even gaan zitten? Dank u. Een mooie hond, mevrouw. Ja, een mooie hond. Een lief beest. Zie je zo. Je zou zweren dat die tranen in zijn ogen. Ach, God, die arme ziel. Ter zake, helaas. Ik heb geprobeerd, mevrouw, de laatste levensdag van Weil, uw echtgenoot, min of meer te reconstrueren. Ja. Hij is als altijd morgens van huis gegaan. De behagelijke woning, zijn zonnigste huis. Dat had hij al honderden, zo niet duizenden keren eerder gedaan. En dat is steeds met de gedachte, vandaag zal het wat beter gaan. Want of het nu lente was of herfst, hij bleef hopen op betere tijd. Dus zo kwam hij te denken dat het stuk door de neus pratend ongeluk nou eens niet die rotbank zou laten kraken. Terecht dat scheen. Want niet verstoren dan haast gewijde stilte, die op wonderbaarlijke wijze in de aandachtig luisterende klas was neergedaald. Daar genoot uw man met volle teugen van. Hij vleugde helemaal op.
Geen minuut. 60, dat is een seconde. En het wonder zou zijn geschied. Eén hele uur zonder pijn. 30 seconden. En toen... Verschrikkelijk. Nog. Die vervloekte bank. Hij kraakte. Langzaam. Geniepig en boosaardig. En verneindigde er nooit. Ging het u beklagenswaardige man door merg en been. Ja, mevrouw. De eerste gebeurtenis op deze rampzalige dag. Dan kan je nog alvast dat. Nou is gekraakt toch al niet prettig om te horen. Maar er is kraken en kraken, mevrouw. Het jammerlijke gekraak van die bank, in het bijzonder, was op dat moment voor een man niet om te harden. In opgewonden toestand verliet hij het gymnasium. Helder door de straten, als hij dat achtervolgt. Hij stak zonder op of om te zien het plein over, om bij de bakker de gebruikelijke 6 kadetjes te halen. Nou zie ik die bakker er best voor aan, dat hij bij het inpakken van eerder genoemde kadetjes uw man bijvoorbeeld besmuikt heeft toegefluisterd dat er in de Casanova een paar nieuwe wonderschone striptease zijn te bewonderen. Wellicht heeft hij daar bij uw man ook nog met de elleboog jolig in de zijde geport. Op dat ogenblik moet hij, uw man, gemeend hebben dat satanische gekraak weer te horen. En hij vlucht in paniek de bakkerswinkel uit. Nauwelijks was hij het plein weer over of er stopte een auto. En wie stapte eruit in zijn witte stofjas? Meneer de hoofdredacteur. En wat deed hij? Ja, mevrouw. Meneer de hoofdredacteur wendde vol minachting het hoofd af. En toen uw man dat hoorde... Ja, mevrouw, hoorde. Want dat afwenden ging gepaard, in werkelijkheid of in uw mans verbeelding, dat is niet zo belangrijk, met een gekraak. Niet ongelijk aan dat wat die debiele gymnasiast en die vuile bakker te best haar gegeven. Hoe ik dit weet, vraagt u. Dat heb ik afgeleid uit wat de burgemeester mij vertelt. Uw man is gisteravond nog bij hem geweest om een verhandeling aan te horen over de in deze gemeente heersende opvatting van burgerzin. Toen de brave burgervaart ermee klaar was, werd uw man opeens doodsbleek. Greep me beide handen, als het tijst van de oren, riep uit. Hij kraakt weer, hij kraakt weer. Althans, woorden van die strek. Heeft u gisteravond van dat alles nog iets kunnen vertellen, mevrouw? Natuurlijk. En toen hebt u hem sussend over het hoofd gestreken en gezegd. Je werkt veel te hard, Jacob. Of hoe je dan ook mag hebben geheten. Je bent op van de zenuwen. Dat zegt een vrouw toch altijd onder zulke omstandigheden, nietwaar? Ik heb toch met dat te doen. En toen bent u gaan slapen. Alleen. Want hij moest nog huiswerk nakijken. De schriften zie ik daar op zijn bureau liggen. En u werd pas weer wakker toen de bakker met zijn enorme stem begon te schreeuwen. O, lieve hemel, hemel, help, van ongeluk, help! Niet doen nou, klein man. Blijf in je rol. Mevrouw, ik zal u niet lang meer ophouden. Ik heb hier een onvoltooide brief van aan zijn moeder. Niet meer dan de aanhef en één enkele onafgemaakte zin. Ik denk dat mislukken gedoemde poging om dat lieve oude mens te verklaren dat een satanisch en infernaal gekraak hem vroeg of laat zou vermoorden. Al na die paar woorden moet hij hebben ingezien dat er geen begin en aan was. En zelfs die eerste zin vond een voortijdig einde. In de ijdele hoop wat rustiger te worden en dat onbedaarlijke gekraak in zijn oren kwijt te raken, is hij op het plein gewandeld. Maar in tegendeel, het wordt erger met iedere stap, luider, algemener, oorverdovend. Ze verplaatst deze hele verdomde negorijkraak. Ontzettend. Bij de fontein gekomen, grijpt hij naar zijn hart, zijgt ineen en valt voorover tegen de rand van het bassin, waarbij zijn hoed afzakt tot halverwege zijn rechterschouder. Niets wordt gehoord dan het zachte geklater van de waterstuwende zwaan. Zo is het gebeurd, mevrouw. Ik betuig u mijn oprechte deelneming.
De collectieve achterlijkheid en stommiteit hier heeft uw echtgenoot vermoord. Slechts een paar schuldigen heb ik aan het licht kunnen brengen. De jongen, de bakker, de burgemeester, de hoofdredacteur en u, mevrouw. Wel allemachtig, als ik het niet dacht. Voortreffelijk, bakker. Mijn compliment. Vakwerk eerste klas. Hoofdinspecteur Molière had ik je niet verbeterd. Geoorloof me dat ik je, mede namens die arme verweekte hond, de enige onschuldige, nog één keer kort toegaf. Jullie zijn gek. Er klopt niks van. Waarom sleuren jullie die vrouw er met de haren bij? Die man kan geen vrouw gehad hebben. Zie jij dat, bakker? Een stewardess in de maneschijn. Ik zie het, ja. En lang niet leren, toch? Voor luistervink gespeeld, mevrouw. Kom, geef antwoord. Inspecteur Kleinman vraagt of u ons gesprek hebt afgeluisterd. Dat heb ik, ja. Ik lag in die dekstoel daar, toen de heren hier gingen zitten en hun malle spelletje voor speurders begonnen. Oh. Als ik u goed heb begrepen, hebt u uw kritiek op de huwelijksstaat van die ongelukkige leraar? Ja. Waarom? Omdat die hele geschiedenis alleen maar kan kloppen als die man vrijgezel is. Oh ja? Het is mogelijk dat jullie goede speurhonden zijn, maar van sommige dingen hebben jullie geen flauw benul. Doe maar. Bijvoorbeeld. Jullie weten ook geen stukken na hoe een vrouw in elkaar zit. Niet getrouwd zeker, hè, inspecteur Kleinman? Nee, ik ben vrijgezel. En inspecteur Bakker? Ik ook. Precies, ik had er een eet op gedaan. Kijk eens, heren. Als ik getrouwd ben, hè, en mijn man kon me vertellen dat hij gepest wordt door een rot jongetje dat zijn bank laat kraken. Denken jullie nou heus dat ik hem over zo'n bol ga spreken en mijn mond hou? Nee, misschien niet. Verrek. Nee. Nee, sorry. Ik zou tegen hem zeggen, Jacob? Zal ik hem dan ook mijn Jacob noemen? Nou ja, waarom niet? Jacob, zou ik zeggen, geef die slungel een stevig pak op zijn donder. En ik garandeer je dat die bank nooit meer kraakt. En als die man dan zegt, lieve Aalt, mag ik u alles noemen voor deze gelegenheid? Ja, waarom niet? Goed. Als uw man dus zegt, lieve Els, lijfelijke straffen komen in mijn opvatting van pedagogiek en didactiek niet voor. Dan zeg ik barst. En dan ga ik witheet dat pesterige brigadierzoontje opzoeken. Om hem een parallelle om zijn oren te geven waar hij van duizelt. En ik beloof nog zo'n portie iedere keer dat die bank het les heeft om nog eens te kraken. Nou, doe dan, Kleinman. Ben je wat blieft? Geluid, oorwijgen. Oh, graag. De mijne zal heel wat harder klinken. Goed. Laten we eens aannemen, juffrouw, dat u als echtgenote erin zou slagen de jongeren het kraken af te leren. Maar hoe zou u die hoofdredacteur te treden brengen? Ook met een parallel om z'n oren? Oh, nee. Dat varken zou veel anders vatten. Als Jacob vol ergernis die exclusieve krant zou wegsnijden, omdat hij onleesbaar is door een opeenstapeling van de stomste leugens, dan zou ik zeggen, Jacob, weet je wat jij moet doen? Jij moet die hoofdredacteur eens opzoeken. Een complimenteren met het hoge geestelijke en informatieve niveau van zijn exclusieve blad. En voorstellen de schakelrubriek over te nemen. Nee, Els, dat mag je niet van me eisen. Dat huichelarij kan ik me niet verlagen. Dat is daarop te zeggen, mevrouw. Jacob lijkt een beetje op de hoofdredacteur, Kleinman. Daar zou ik niks op zeggen, maar me ogenblikkelijk laten scheiden. Laten scheiden? Pff, belachelijk. Wat vindt u, inspecteur? Ik ben gescheiden. Uh-huh. Mijn man verknoeide zijn leven als wankapitein bij de koopvaardij, terwijl hij een fantastische baan bij de marine maar voor het aannemen had. Hij zou een van de hoogste pieken bij Defensie zijn geworden. Ik ben er vandoor gegaan. Jacob, jij moet mij goed begrijpen. Ik hou van het leven en ik wil dat we er allebei zorgeloos van kunnen genieten. Ik verafschuw dramatische gebaren en theatraal martelaarsgedoe. Maar goed, als je dan zo nodig moet, dan slingel jij die hoofdredacteur maar midden in zijn gezicht. Dat zijn modderkrant met de kwalificatie leugens. Nog te veel eer wordt bewezen en dat zijn vuile tongs naar pornografie stinken. Loop maar met je kop tegen de muren, verwoest je hele leven. Maar ik ga er vandoor, nu, meteen. Jij gaat er vandoor? Natuurlijk. Wat is het voor kwajongenswerk om de gul uitgestoken hand van onze burgemeester terug te wijzen? Het is toch veel verstandiger, Jacob, die onderscheidingen en erebaantjes te aanvaarden.
Dan ben je trots, glimlachend, kind aan huis bij de burgemeester en alle andere notabelen. En in plaats van dat gekraak, lieverd, hoor je alleen maar hemelse muziek. En omdat ik weet hoeveel zelfoverwinning je dat moet hebben gekost, ben jij mijn held, mijn grote, sterke man, tegen het hemelhoog opzien. Goed, goed, goed. We nemen ook nog aan dat Jacob zich laat strekken en zich koesterend in uw zorgzame liefde de brede weg van eer, deugdzaamheid en trouw blijft te wandelen. Maar op een goede of kwaaie dag komt hij thuis, sluit hij teder in zijn armen en fluistert: oh, Elf, ik weet niet hoe ik je moet zeggen. Dat vreselijke stadje, dit rotvolk heeft me nou weer gegeven om mijn trouw. Om mijn eerlijke liefde van ja. Weet je, wat ze van me willen, hè? Dat ik uit de band spring, de beest uithang. Dat ik met ze meedoe, meega naar de Casanova. Nou, wat zou je daarop zeggen, hè, Adje? Als ik zijn vrouw ben? Dat kan ik alleen maar zeggen. Dat moest je dan maar doen, Jacob. Ga gerust mee. Nee, Els, nee. Dat mag je me niet aandoen. Neem dat terug, Els. Ja, om de willen van onze vlekkeloze liefde. Ik wil dit niet verhoord hebben. Niet jammeren, Jacob. Geen toneel. Ga naar de Casanova. Els, als je me dit ook nog aandoet, als je me ook nog tot deze laagheid wilt verleiden, mijn God. Dan ben je erger dan... Nou? Het soort vrouw naar wie jij me naartoe zult. Inspecteur, geluid. Twee klappen, hard. Goed zo. Wat is dat nou voor nodig? Ik heb Jacob stevig op zijn huilerige gezicht getemmerd. Maar op deze manier loopt het verhaal ons nog helemaal uit de hand. U bent zo vechtlustig, mevrouw. U slaat iedereen op zijn gezicht, zelfs uw man. Alleen maar om hem tot de werkelijkheid terug te brengen. Die deugdzame Jacob van jullie heeft geen flauw idee van waar het eigenlijk om gaat. Onophoudelijk ziet hij zichzelf als een martelaar, als het aanstaande slachtoffer. En in het interessante middelpunt van die heerlijke politiekluis, moord. Maar als ik met hem getrouwd ben, krijgen gekraak, fontein, waterspuwende zwanen, eenzijgen, voorovervallen, misschien zelfs de kadetjes. Geen schijn ook al. Dan zorg ik voor een harmonisch huwelijk, waarin het gezonde verstand zegeviert. Onvermijdelijk is, maar tenslotte toch het vredigende eind. Maar dat is angstaanjagend. Ik zou niet weten waarom. Je moet die vrouw gewoon schatten. Want alleen als Jacob vrijgezel is, kan het allemaal precies zo gebeuren als jullie het hebben uitgediend. Hij gaat ten onder aan doodgewone ezelachtigheid. Maar als ik naast hem sta, hè, voor en achter hem sta, als een vrouw, heer inspecteur, dan wordt Jacob burgemeester. En de populairste die dat suffige stadje ooit heeft gehad. Moet er niet aan denken. Dan denkt u helemaal niet aan, meneer Bakker. Als u maar goed begrijpt dat er voor een getrouwde Jacob niets anders op zit. Ik wens de heren nog een goede nacht. Ik was niet half zo boos als ik me voordeed. Bovendien was ik te nieuwsgierig naar wat de politie nu nog wel te vertellen zou kunnen hebben. Ik zegende mijn geruisloze touwschoentjes. En opnieuw in mijn rol van pinterluistervinkje besloop ik langs een omweg de heer Kleiman en Bakker. Zwijgend leunden ze naast elkaar over de reling. Ik werd al bang dat er helemaal niets meer te luistervinken zou zijn. Toen de lange zei... Nou. En de gorilla? Ja, dat wel. Bakker. Kleiman. Wat denk jij nou wat dan, Rob? Ik denk helemaal niks. Ik sta nog te bekomen van mijn verbazing, mijn ontsteltenis. Tje, dat lijkt me voorlopig de enig mogelijke houding. Weet je wat ik me sta af te vragen, Kleiman? Nee. Wat die goeie van een Jacob erop te zeggen zou hebben. Waarschijnlijk dit. Kijk eens, mijn heren. Het is natuurlijk onvermijdelijk dat een diep als ik aan de hedendaagse universele stommiteit aan ondergaat. Maar één ding staat als een pad boven water. Met een vrouw als dit stupide stewardessje. Dat is 10 jaar geleden al dood geweest. Oh. Ja, dat denk ik ook. Maar laten we die arme meid maar niet te hard omvallen. Hm. Ja. Ze heeft zichzelf niet gemaakt. Dus hoe weet niet beter. Oh. Nee. Nou. Zullen we nou eens gaan doen?
enige goede voorbeeld volgen. Naar bed gaan. Ja, goed. Nog één vraag, Bakker. Ja. Zul jij met de getuigen de week? Nog niet voor al het goud van de wereld, Kleinman. Oeh. En jij? Oh, nee, Bakker. Dat was de enige, de laatste vrouw op aarde. Oeh. Nou, dan gaan we maar eens naar kooien. Ja. Niet. Oh, zie je wel. De vrouw heeft het weer gedaan. Oh, keels. Bah. En de kerels in dit spelletje voor speurders van Nicolas Djarfas waren dan Jan Borkes als de lange, slanke, Tony Folletta als de korte, dikke. De stewardess die het allemaal zo goed wist, was Els Buitendijk. Vertaling en bewerking zijn van Anne Iwitsch. De regie had Jan C. Hubert.